Kees kennen. Toen hij er net was, gaf de dokter hem aan mij. En ik vond hem schattig. Ik vond het zo vreselijk leuk. Het was een heel klein kindje. Nou ja, daar heb ik hem gewassen en aangekleed. Toen we heel jong waren, kwam Jan Kees vaak bij ons logeren in Hilversum. We konden lekker in de tuin spelen. We speelden met water. We gingen mee naar Loosdrecht toe, naar de boot. Vanaf mijn vijfde ging ik ook bij hun logeren in Heilo. We speelden daar ook in de tuin, in het bos daarachter. Toen we wat groter waren, gingen we indiaantjes spelen. Als Jan Kees met ons mee op vakantie ging naar Terschelling, dan keken we daar ook naar woonplekken en restanten van vroeger. Tegels langs de dijk en langs de wegen. Bakjes met oude spullen waar je soms prachtige dingen in vond. Een draakje, restanten van oude olielampen. In onze gymnasiumtijd hadden we ook een historische vereniging. Jan Kees was de voorzitter. Hij had hem ook opgericht. In diezelfde tijd zijn we ook begonnen met muziek te maken. Jan Kees speelde blokfluit en ik piano. En dat hebben we eigenlijk volgehouden tot we allang gezinnen met kinderen hadden. Wat voor mens was Jan Kees? Altijd met archeologie bezig, dat was Jan Kees. Archeologie hoort er natuurlijk altijd bij, maar muziek is denk ik ook heel belangrijk geweest. Op de campagne in Roemenië, hij heeft gewoon ook zijn eigen fluiten mee gehad. Af en toe als hij moest afreageren of gewoon rust wilde, of gewoon er behoefte aan had, dan ging hij op zijn fluiten spelen. Hoe ging Jan Kees met zijn medewerkers om? Ja, zowel met ons toen ik student was en later als medewerker, ik denk met respect. Wat zegt Alphen? Alphen, ja, wat is Alphen? Alphen is een Romeins fort, maar met enorm veel mogelijkheden. Bij Zwammerdam. Zwammerdam is natuurlijk het fort van Jan Kees. Alphen is heel lang aandacht van onderzoek geweest. In de jaren 70 al. In 98 komen dan de mogelijkheden om daar te gaan graven. Het is ook het jaar dat we echt ontdekken dat er een Romeins fort zit, want we vinden de grachten. Er komt een stuk inscriptie waar gewoon het woord poort in voortkomt. Wat was het om op stap te zijn met Jan Kees? Jongensboekavontuur. Je ogen gebruiken. Waarom zaten onze Romeinen hier? Waarom zaten de Bataven in dienst van de Romeinen hier? De Cananefaten, waar we een fort van hebben opgegraven. Hoe was Jan Kees daarin, in op expeditie zijn? Dan is hij vrij, dan is hij... Dan komt die twinkeling in die ogen en dan gaat hij weer expedities ondernemen. Hij rijdt onherroepelijk de auto vast, die je in Alderwel niet met waterbuffels moet laten lostrekken. Maar je bent soms hele dagen op stap en dan s'avonds val je weer aan tafel en dan kletst iedereen en alles bij. En wat Roemenië ook is bijvoorbeeld een wisselwerking met Nederlandse forten, met de Nederlandse limes. Terra Sigillata. Ja, de grote liefde van Jan Kees, denk ik. Ik kan een siècle dragen door ze de. Là, c'est au milieu du premier siècle, à l'époque de l'empereur Claude, Néron. Et ce sont ces vases que Jan Kees étudiait particulièrement. Voilà. On trouve exactement les mêmes de cette même époque en Hollande. Terra sigillata, aardewerk, dat moet je voelen. Opgaven van Romeinse nederzettingen en legerplaatsen leveren meestal op onvoorstelbare hoeveelheid voedsel. Vooral de massa aardewerk. Voor de archeoloog die zijn taak tot een goed einde wil brengen en niet tevreden is met de magazinering van dit materiaal, vaak een bedreigende omvang aan. Registratie en beschrijving hiervan is een vorm van dwangarbeid die alleen door het uiteindelijke doel kan worden gerechtvaardigd. Het begrip Romeins aardewerk suggereert een uniformiteit die nooit heeft bestaan. Het aardewerk in de afzonderlijke provincies van het Romeinse Rijk toont een grote variatie. Productie vond op geheel verschillende schalen plaats. Bij grote bedrijven, als de ateliers waar het luxe rode aardewerk de Terra Sigillata werd vervaardigd, is men geneigd om over industrieën te spreken, hoewel dat in strikte zin niet schijnt te mogen. Meestal verzorgden deze ondernemingen meer dan één provincie met hun productie.
het aardewerk van de grote pottenbakkers gaan, zoals Arezzo in Italië en La Corbusier in Zuid-Frankrijk, werden afgezet over grote delen van het Romeinse Rijk en zelfs ver buiten de grenzen ervan. In de loop van de keizertijd verplaatste zich de Cirilapa-industrie zich van Italië steeds verder naar het noorden en bereikte uiteindelijk in de tweede eeuw de grensprovincies langs de Rijn en de Donau. De ovens in La Corbusier waren grote, gecompliceerde bouwwerken die tienduizenden potten konden bevatten. Naast deze bronnen van informatie zijn het vooral de honderdduizenden in vele opgravingen in West-Europa aangetroffen naamstempels die ons over de structuur van de in La Corbusier gevestigde bedrijven kunnen inlichten. De naamstempels geven ook aanwijzingen voor de relatief complexe structuur van de bedrijven waarbij kennelijk voor bepaalde activiteiten specialisten konden worden ingezet. Dit komt vooral tot uitdrukking bij de met relief versierde terrasse in Lava. Baksteen was een belangrijk bouwmateriaal in de Romeinse wereld. Het Romeinse leger heeft bij veel legioensvestingen grote steenbakkerijen ingericht die een aanzienlijke omvang moeten hebben gehad. Veel bakstenen dragen de naam van een legioen of een afdeling van de hulptroepen als eigenaar van het bedrijf of als producent. La Corbusier zelf valt op door de omvang van de bedrijvigheid en de grote verspreiding van de productie, die door geen enkel jonger pottenbakkerscentrum worden benaderd. De ligging in een relatief ontoegankelijk gebied, te midden van de plateaus van de Vosges en met slechte verbinding over water, maakt dit eigenlijk onbegrijpelijk. De bekende Nego Diatoris Artis Gretariae, of aardewerkhandelaar, en de meeste rivierschippers waren actief in de tweede en derde eeuw. De door hen achtergelaten inscripties geven dus een beeld van de handel in latere tijd. Daarbij valt de belangrijke rol van het Rozenal en de Rijnvormen op. Voor Nederland is aan te tonen dat Terra Sigillata aanvankelijk vooral in de militaire nederzettingen werd afgezet en pas na de opstand der Bataven meer algemeen verspreid om te raken. Nederland is in de periode waarin de pottenbakkerijen van La Corbusier actief waren, een provincie van het Romeinse Rijk geworden. Tenminste, voor zover het zuiden de provincie hier was gelegen. De toename van de Romeinse invloed en de versterking van het gezag worden weerspiegeld door de verspreiding van Terra Sigillata.